Ranglijstjes zijn populair. Iedereen vindt er wat van als Bohemian Rhapsody wordt uitgeroepen tot het beste nummer aller tijden of Puerto Rico tot het beste bordspel. En natuurlijk zijn er ranglijsten die landen vergelijken. Wat is nu het beste land om in te leven? Om dat te meten hebben de Verenigde Naties vorig jaar de Sustainable Development Goals in het leven geroepen. Daarmee wordt geprobeerd om alles in kaart te brengen wat belangrijk is voor de kwaliteit van leven. Dat zijn dus zaken als de omvang van de economie, gezondheid, milieu, onderwijs, maar ook de gelijkheid tussen man en vrouw. En hoe scoort Nederland nou op zo'n lijst? Veel gaat hier goed. Nederland is een van de rijkste en meest productieve landen ter wereld. Nederlandse jongeren zijn de vlijtigste van Europa. Ze zijn het meest actief met werk en studie. Nederland is ook een van de veiligste landen ter wereld. Bovendien komt corruptie hier maar weinig voor. En Nederlanders hebben veel vertrouwen in instituties als de rechtspraak en de politie. Maar zijn er dan ook zaken waar Nederland het minder goed doet? Ja, en die liggen vooral op het terrein van klimaat en de gelijkheid tussen man en vrouw. Nederland stoot relatief veel CO2 uit en maakt ook maar weinig gebruik van duurzame energie. Inkomensverschil tussen man en vrouw is in Nederland relatief groot en de gezonde levensverwachting van vrouwen in Nederland zit bij de laagste in de Europese Unie. Als je alles op een rijtje zet, komt Nederland eruit als een solide subtopper. Net als onze buurlanden België en Duitsland. Bovenaan de lijst vind je de Scandinavische landen. Zweden zou je zelfs het Bohemian Rhapsody van de wereld kunnen noemen.